Bolzwart vanmiddag. De zon er geleidelijk al meer en meer bij. En de warmte. En over warmte gesproken. Morgen wordt het een top zomerdag als we het hebben over de temperaturen. En er is eerst ook flink wat zon te verwachten. Ja, en uh, laat ik beginnen met vanavond. Allereerst hebben we vanavond uh, de zon erbij. En een temperatuur tussen de 21 en 23 graden. Dat rond 7 uur. We kunnen lang buiten zitten. De komende nacht opklarend weer. Droog. En 12 of 13 graden landinwaarts, zeg maar in het oostelijke deel van het land tot nog 17 graden in het zuidwesten aan de kust. Ja, de wind die komt uit zuidelijke richtingen en die is zwak of matig. Morgen dan komt die, die warme dag, een dag met heel veel zon. Vooral eerst veel zon, later wat meer bewolking en de meeste zon in het zuidwesten en zuiden. De temperaturen die liggen morgen zo tussen de 23 en 27 graden. Dat wordt puffen en zweten. Het begint ook zwoel aan te voelen. En dan in de avond om 7 uur nog 21 tot 25 graden lang buiten zitten. Mits geen buitje, want die kans is er wel een klein beetje later in de middag en in, aan het begin van de avond. Wel, de wind die komt morgen uit het zuiden tot zuidwesten is zwak of matig. In de nacht 15 à 16 graden, niet koud en dan op naar zondag. Wordt de dag met eerst nog wel wat zon, maar geleidelijk aan toch meer bewolking. In het noordelijke deel van het land een paar buien of buitjes. Eh, daar kunnen pittige buien bij zijn. In het westen, in het midden ook nog een paar buien of buitjes. De meeste zon in het zuiden en we zien dat terugkomen in de temperatuurverdeling. 20 tot 22 graden in de kustgebieden, 24 tot 27 graden nog landinwaarts. De wind gaat naar het westen en die wordt zwak of matig. De vooruitzichten. Nou ja, in de nacht van zondag op maandag een aantal buien en dan op naar maandag, dinsdag en woensdag. Kort gezegd temperaturen overdag rond 20 graden. Een bui of een buitje. De grootste buienkans geldt die dagen nog altijd voor het noordelijke deel van het land. En verder een meest zwakke tot matige wind en die komt uit verschillende richtingen. Nou ja, na woensdag hogere temperaturen. Morgen meer over het weer. Om het morgen tot morgen.